Jacqueline Koning stopt ermee. Afgelopen zaterdag vond de laatste editie plaats met als hoofdact de underground band The X. Streekomroep Start dook voor u de donkere sferen in. Wat zijn de redenen die de organisatie van Geleen Koning heeft doen besluiten om na 9 jaar organisatie de handdoek in de ring te gooien? Ja, ik zou niet zeggen de handdoek in de ring gooien. Dat is eigenlijk mooi klaar. We zijn vanaf 2008 bezig als Geleen Koning zijnde. We zijn aan het 14e event bezig in Geleen. En wij hebben eigenlijk iets neergezet, vind ik zelf, de afgelopen jaren. We gaan het vanavond hier in de reunie in Geleen afronden met een perfect popfestival. Wordt druk bezocht. En nu is de uitdaging voor andere mensen. Wij hebben onze bijdrage geleverd, nu is het aan andere mensen. Wat vindt u ervan dat dit de laatste uitvoering is van Geleen Koning? Ja, heel jammer natuurlijk. Het was toch een beetje een begrip geworden in de regio. Ja, ik vind het jammer dat Ed en Rob het beeldje erbij neergooien deden. Dat is toch wel weer een gemis. Kreeg Geleen Koning genoeg ondersteuning vanuit de gemeente of provincie? Ja, wij hebben altijd, dat kwam ook door de naam, wel altijd veel steun ervaren van ondernemers in Geleen, van gemeente ook wel. Provincie hadden we geen relatie mee. Hadden we misschien intensiever moeten doen als het gaat om subsidie. Van de andere kant zijn we altijd begonnen vanuit het idee, we gaan dit vanuit een soort particulier initiatief oppakken met sponsoren, met adverteerders. En dat is eigenlijk de afgelopen jaar heel erg goed gelukt. En de gemeente heeft ons op die momenten dat wij erom vroegen, hebben ze ons gesteund. We hebben daar niet altijd om gevraagd, omdat we dachten we kunnen het zelf. En ja, die steun moet je bij voorstellen dat soms subsidie is geweest. Maar ook bijvoorbeeld van als je kijkt naar veiligheid. Ja, daar is een gemeente een goede gesprekspartner in. Waarin ze zeggen, denk aan dit soort zaken als je een groot event organiseert. Zoals jullie weten hebben we ook in de Haanhof concerten georganiseerd. Dan praat je toch over 800, 900 bezoekers. En dan komen er ook hele andere eisen qua veiligheid kijken. Dus daar heeft die gemeente wel goed in meegedacht. Is er nog wel in Geleen een popcultuur? Ik zou hopen van wel. Ik heb eigenlijk, als ik zie wat op het moment, ik denk dat er weinig overleg is tussen alle partijen. En dan heb ik het over de organisators, de gemeentes, de subsidie, maakt allemaal niet uit. Er is te veel. Mensen kunnen niet alles zien en daardoor hebben al die evenementen veel te weinig bezoekers. Denk ik. Maar waarom alleen? Bands uit de regio, kregen die ook een kans bij Geleen Koning? Ja, zeker. Wij hadden op dat punt ook wel een naam, daar ben ik ook wel trots op. We hadden wel een gezonde mix, we hadden gearriveerde bands uit Nederland, maar we hadden ook het lokale talent. En we hebben eigenlijk ieder jaar, iedere keer in een editie dat wij iets organiseerden, lieten we het openen door de, wat ze dan noemen, de lokale bands. Maar dus daar hadden we een podium voor. En wat dat betreft heeft ook Sittard Geleen meer dan voldoende talent. Gewoon Zuid-Limburg heeft heel veel poptalent. En ik vind ook dat die een plek verdienen op het podium. Want je leert het vak en het plezier overigens leer je op datzelfde podium. Nou, bijvoorbeeld in 2009 hadden wij al The Wolf in de Haanhof als headliner. Om maar eens even aan te geven. Maar we hadden veel bands uit het buitenland. Deense bands uit Zweden, uit Italië. Maar natuurlijk heel veel uit Engeland. En tot slot, België is een beetje ons tweede vaderland geworden qua popmuziek. Dus ook vanavond staan er weer Belgische bands op het affiche. En daar is eigenlijk de popcultuur even groot, zou ik maar zeggen, als in Nederland. Kan de Geleense popscene weer een impuls geven? Ja, dat is de uitdaging van de toekomst. Ik denk dat we praten over de popcultuur Sittard Geleen. Ik denk dat dat in ieder geval voorop moet staan. We hebben een poppodium vol in Sittard, dus dat is prima. Persoonlijk zou ik het heel erg toejuichen als Jan Smeets inderdaad in het avontuur van de Haanhof stapt.
Omdat, ja, het is een geweldige concertzaal. Ik denk dat hij met zijn organisatie het vermogen heeft om daar 10, 12 keer per jaar een goed popconcert te organiseren. En dan zul je zien, als hij dat gaat doen, dan volgen er genoeg mensen zoals wij ooit begonnen zijn in 2008. Die dan zeggen, hey, dan gaan wij het in het klein doen. En als Jan het in Hanhof doet, groots. En er is een groep omheen die doet het in het klein. Zoals bijvoorbeeld hier in de Reunie in Geleen. Want passen toch 300 mensen in deze zaal. Dan krijgen we denk ik een heel mooi poppodium en een popcultuur weer in Geleen. Is het niks voor u? Ik ben nog wel een ondernemend type om de Geleen Calling voor te zetten. Ik zou het wel graag willen, maar de tijd en mogelijkheden ontbreken mij. Ja, ik heb echt andere mensen nodig om dit initiatief door te zetten. En, de intentie is er, maar het is niet aan mij toebedeeld om dit te doen. Maar ik wil iedereen die dat initiatief overpakt graag ondersteunen. Via de politieke lijn, maar ook anderszins, komt ook het verenigingsleven. Wat dat betreft moeten we dit eigenlijk niet verloren laten gaan. Maar ik begrijp ook waarom Ed en Rob ermee stoppen. Er komt zoveel bij kijken. Ook regelgeving, fiscaliteit en al die andere dingen. Ja, dat kun je niet meer als privépersoon doen. Je moet een achtervang hebben. En ja, dat betekent de professionaliteit, maar het betekent ook tijd. Tijd gaat altijd ten koste van iets anders. En als het ten koste gaat van het privéleven of anderszins, ja, dan moet je keuzes maken. En Rob en Ed hebben deze keuze gemaakt. En het is jammer, maar ik kan het wel begrijpen. Heeft u niemand voor ogen die dat wel zou kunnen hier in het Geleense? Geleen staat bekend om zijn vele talenten. Ik kan wel een paar namen noemen, maar ik wil ze daarover eerst raadplegen voordat dat überhaupt het geval zou zijn. Maar er is potentie. En ja, zoals ik al zei, het is zonde om dit verloren te laten gaan. Vanavond kijk ik uit naar de X. Wat dat betreft is het wel een groep die potentie heeft om volgend jaar bij wijze van spreken op Pinkpop te staan. U bent niet echt een punker, hè? Ik ben niet echt een punker, ik ben wel een popliefhebber. You were born in London, you live in Germany and you come all the way from Koblenz to see the X. Well, I've been following the X for about 30 years. And I've seen them in Arnhem and in Aachen. And Maastricht, and now I'm here to see them again. What's so special about the X? It's their way of life, their politics, their music. I like just about everything. But you're not a punk. Who said? When I look at you. Punks don't always dress in uniform. De dag dat je bekend maakt dat je stopt, komt er ineens heel veel los. Mensen die zeggen je moet doorgaan, jullie moeten doorgaan. En mensen die zeggen van kunnen we niet toch nog een afspraak maken, kunnen we je financieel steunen. Dat is allemaal prima en hartverwarmend. Ik had het liever 2-3 jaar geleden gehad. Maar nu hebben we er echt een punt achter gezet. Zeg nooit nooit, maar voorlopig gaan wij weer gewoon terug zelf in de zaal staan met een biertje in de hand. En proberen weer die goede mensen te zien en te bekijken.